Ik ben hier om eens flink op te scheppen over Flevo veldbonen. We hebben op de Floriade een showcase gemaakt met 6 eiwitgewassen waar de veldboon er 1 van was. En de bedoeling was dat de mensen die hier op bezoek kwamen op de Floriade kennis zouden maken met de eiwitgewassen die in Nederland geteeld worden. De teelt van veldbonen behoeft geen bemesting, maar haalt wel stikstof uit de lucht wat teruggaat naar de grond voor het vervolggewas. En de stikstof wordt ook gebruikt om de bonen te laten groeien. Wat de Floriade voor mij heeft opgeleverd is veel meer contacten met bedrijven dan ik had kunnen bevroeden toen ik daaraan begon. En heel veel energie opgeleverd om door te gaan met het project waar we al 3 jaar geleden mee begonnen zijn. Het ontwikkelen van veldbonen van grond tot mond. En ik zie heel veel mogelijkheden en dat zal nog van lange adem zijn, zal veel energie kosten om in de toekomst nog hele grote stappen te zetten om de veldboon een veel belangrijkere plek te geven in de Nederlandse consumptie.